De Nachtzoen. Hoe dol deze klassicus ook is op taal, in de nacht verschuift de wereld van woorden naar de achtergrond. Een gedicht vormt een uitzondering op de regel. Een nachtzoen van Piet Gerbrandy. Wat betekent de nacht voor jou? De nacht is voor mij het moment waarop ik probeer de taal uit te zetten. Uit te zetten? Ja. Als dichter en klassicus. Ik ben de hele dag bezig met taal. Met lezen, schrijven, spreken, discussiëren. En dat is op zichzelf heel leuk. Je kunt een heleboel interessante dingen met taal doen. Maar het gevaar bestaat ook dat het een soort cacofonie in je hoofd wordt. Waarbij allemaal woorden en zinnen en flarden en argumentaties de hele tijd door elkaar lopen. Ja, heb je daar wel last van gehad? En daar heb ik dan wel eens last van, dat je echt denkt van laat die herrie eens nou eens even afgelopen zijn. Want hoe gaat dat dan? Want je hebt tientallen jaren op een middelbare school gewerkt. En ja. Je werkt nu op de universiteit. Hoe ga je dan slapen als je die taal niet uitzet? Ja. Wat gebeurt er dan in hoofd? Kijk, als je de taal niet uitzet, dan slaap ik gewoon niet. Dan gaat dat gemaal de hele dag door. Of je slaapt wel, maar je slaapt heel licht. En je zet in je dromen als het ware de discussie voort. En dan word je nog erger moe wakker dan je naar bed bent gegaan. Dus dat probeer ik te vermijden. Maar dat is niet zo eenvoudig. Want toch de neiging om dan 's avonds nog een goed boek te lezen. Of een goed gesprek te voeren. Of nog eens even iets op te schrijven. Ja. Dus als ik daar te laat mee stop, dan is het hopeloos. Is het gedaan met een nachtrust? Ja, ja. En heb je daar dan methodes voor of zo, hoe je dat dan aanpakt? Ja, niet dat die methodes altijd slagen, maar het eerste wat ik meestal probeer en wat ook meestal wel lukt, is dat je gewoon op tijd stop met taal gebruiken. Dus op tijd stoppen met lezen, schrijven en praten. En hoe gaat het dan met als er iemand bij je is? Zeg je dan, nu is het even klaar? Mijn vrouw is heel rustig. Oké. En die heeft zelf ook die neiging. Dus je komt langzamerhand in een beetje wat rustiger stemming. En meestal lukt het dan ook wel om op het moment dat je in bed ligt de gedachten weg te duwen. Of ervoor te zorgen dat je alleen nog maar een ademend lichaam bent. En dat is eigenlijk de ideale staat die je kunt bereiken natuurlijk. Wow, ja, maar dat is echt wel dat is hogeschoolwerk voor mensen die al heel lang mediteren, volgens mij, dit. Nou ja, ik loop ook al tegen de 60. Dus ik heb tijd gehad om te oefenen natuurlijk. Ja. Ja. Dus dat is een manier om langzaam het licht uit te doen, zal ik maar zeggen. Maar het lukt niet altijd. En dan probeer ik alternatieve methodes uit. Oeh, zoals er zijn? Nou, het paradoxale is dat ik dan probeer de taal tegen de taal in te zetten. Kijk, taal is behalve een middel om met elkaar te communiceren ook iets heel fysieks. Het is ook ritme en klank en structuur. En wat ik dan vaak doe, dat is iets wat in veel rituelen volgens mij ook gebeurt, is dat ik bijvoorbeeld gedichten of dichtregels die ik uit mijn hoofd ken, dat ik die in mezelf ga opzeggen en ga herhalen als een soort bezwering of als een soort mantra. Oeh, wat voor zinnetje kan het dan bijvoorbeeld zijn? Nou, een mooie zin die ik altijd graag citeer van Chris van Geel bijvoorbeeld, is het bloesemt en het sneeuwt. De angst dat je, al ben je jaren dood, zou kunnen sterven, leeft. En dat loopt mooi rond, want het begint met bloesem en het eindigt met leeft. Ja. Hoewel de dood er binnenin zit. Oeh. En dat is kort en krachtig. En als je dat een aantal keren achter elkaar doet... Wil je nog eens zeggen? Het bloesemt en het sneeuwt. De angst dat je, al ben je jaren dood, zou kunnen sterven, leeft. En als je dat een aantal keren herhaalt, dan wordt het natuurlijk volkomen betekenisloos. Die betekenis die verdwijnt. Het wordt alleen nog maar die bloesem en dat leeft. En het feit dat je een cirkelgang maakt. En die klank en dat ritme. En daar word ik buitengewoon rustig van. En dan na enige tijd
val ik in slaap. Wauw, dus eigenlijk zing jij jezelf in slaap pratend. Ja, ja. Ja. En een andere manier die daaraan verwant is, die is eigenlijk nog vreemder. Dat is dat ik mezelf wel toesta om, als het ware, nieuwe dichtregels in mezelf te laten opkomen. Dus ik ga dan als het ware een nieuw gedicht schrijven, terwijl ik in bed lig. En dat gaat dan ook puur op beweging, op ritme en klank. Alleen de kunst is dan om dat te onthouden ook. Ja. Dus ik heb dan een paar regels en die ga ik dan herhalen om ze in mijn geheugen te printen. Oké. Okay. En denk je nooit, wordt het bijvoorbeeld nooit een gedicht van nou, een hele enkele keer wel, maar meestal ben ik dat 's morgens helemaal vergeten. Oh, wat jammer. Ik ben ervan overtuigd dat het vaak de beste regels zijn die ik ooit bedacht heb, maar nee, meestal zijn ze spoorloos verdwenen de volgende ochtend. Ja, en je wil natuurlijk ook niet dat je al pratend dan weer wat opschrijft. Nee, dan lig je weer de hele nacht naar het plafond te staren. Ja.